De heerbaan in Millingen zal de aankomende weken niet gebruikt kunnen worden als verbinding tussen het Millingse centrum en Duitsland. Vanaf het begin van deze week vinden er werkzaamheden plaats aan de kruising van de heerbaan, burgemeester Van Geelstraat en de wethouder Koenenstraat. Tot en met 7 december is er een omleidingsroute ingesteld voor mensen die naar Duitsland willen doorreizen. Die route kan worden vervolgd via de burgemeester Eikelhofstraat, Steenstraat en de Van Goghstraat. En als de werkzaamheden in december zijn afgerond, zal de weg vanuit het Millingse centrum overlopen in de wethouder Koenenstraat. Verkeer dat vanuit Duitsland op de heerbaan rijdt, moet dan voortaan voorrang verschaffen.